Goedemiddag iedereen. Zo, ik heb het warm. Het is super heet. Het is vandaag zondag. Er is marathon in Rotterdam. Ik was net bij Damla, want ik heb met haar en haar moeder en vader ontbeten. Ik had hun ook echt lang niet gezien. Dus ik ben even hoi tegen mijn tante gaan zeggen, want ik zie haar als mijn tante. Ik heb de auto, er is net zoiets grappigs gebeurd, er is namelijk een marathon in Rotterdam. Oftewel, ik kan gewoon niet bij mij thuis parkeren. Dus ik heb gewoon in het centrum geparkeerd en toen ben ik naar huis gaan lopen. En ik heb best wel goede karma, I like to think that, althans. Dus, en ik had een afspraak met Soef, dus, want we zouden samen uit eten en we zouden even naar buiten gaan en een drankje doen, want het was echt lekker weer. En opeens loop ik naar buiten en ik dacht thuis, oh, moet ik dat hele stuk weer teruglopen naar de stad? Ik loop zo naar beneden, ik zie mijn buurman op de fiets, maar we zijn echt cool met onze buren. Ik zeg, buurman, heeft echt geen zin om me af te zetten? Hij dacht, ja hoor, kan je wel afzetten? Dus ik ging gewoon achter op de fiets en het was zo leuk. Ik had dat in tijden niet gedaan. En nu zit ik in de auto en nu kan ik gelukkig weer rijden en ben ik redelijk op tijd. Dus ik ga nu naar mijn boyfriend toe. En ik heb hakken aan voor vandaag, maar ik heb wel even slippers aan voor het rijden. Date met deze knappe man. En wij... Nee, hoezo? Het is gewoon wat het is. En wij gaan nu een ijsje eten bij het strand. Maar we weten niet zeker of ze hier een ijsstation hebben. Dus hij is het even aan het googelen. Het is over de veen. Dat gaan we niet doen. Dus er is geen ijsstation? Jawel, ik fix het. Schat, je bent op date, man. Ik fix je. Oké, we zouden dus een ijsje gaan eten. Vis geworden aan het strand. Oh, zo schattig. Ik vind het cute. Ja man, het was kapot man. Ja, maar het was wel een apart film. Op het einde werd het een beetje eentonig. Gaf niet gaar, het was apart. Was niet leuk. En nu gaan we weg. Goedemorgen iedereen, het is de volgende dag. Ik ben snel wakker geworden. Ik ben gisteren met Sof naar de bios geweest, ben ik laat naar huis gereden. En nu ga ik onderweg naar House of Brads, want... Zoals jullie weten doe ik hier filler bij mijn neus, zodat het er minder hakerig uitziet. En dat ga ik vandaag weer doen. Dus I'm super excited. Soms vergeet ik echt hoe mooi Rotterdam is. En hoe erg het verschilt van al die andere steden. Ik heb hier een nieuwe neus. Van de zijkant heb ik het hier een beetje opgevuld. En mijn neus die loopt een beetje, althans het is nu best wel opgezwollen, maar die liep dus een beetje scheef aan deze kant. Dus we hebben hier een klein beetje filler gedaan. En bij de tip, zodat het iets gelichter is. Maar over een paar dagen is die zwelling af. En dan kunnen jullie de resultaat beter zien. Oké, ik ben net klaar. Zien jullie dat mijn neus hier smaller lijkt? Ik weet dat het eigenlijk nog niet zichtbaar is, omdat er nog heel veel zwelling is. Maar ze heeft haar zo'n goede arts. Haar naam is Corine. Bij House of Brads. En kijk van de zijkant. I love it. Echt waar. We hebben hier dus iets rechter gemaakt. We hebben hem hier gedaan. We hebben het tipje gedaan zodat hij iets omhoog staat als ik lach. En hier botox gedaan. Dus ik heb een hele nose makeover gehad. Zo leuk! Ja, ik ben hier echt blij mee. Ik ben heel onzeker over mijn neus en ik weet dat heel veel mensen gaan zeggen, ja, waarom doe je dat? Kan, je hoeft het niet te doen.
weet je, accepteer jezelf sowieso hoe je bent. Ik heb daar gewoon iets meer moeite blijkbaar mee. Ik vind mijn neus wel echt veel beter. Dus dat is wat het is. Ik ga nu naar huis, want ik ga even me omkleden. En dan ga ik weer naar Soef toe. Want we hebben zo'n afspraak met de architect. En daarna gaan we denk ik een hapje eten in de stad in. Ik heb me omgekleed. We zijn inmiddels thuis. We hebben vrij lekker gegeten. Ik zit aardig vol. Kun je mijn neus zien? Hij voelt een beetje stijf en hij doet een beetje pijn. Maar ik ben nu first dates aan het kijken in het Engels. Ah, dat deed pijn. Mijn hart. Ik moet nu een paar factures even opsturen. En ik moet Marvin even beelden sturen. En dan... dan ga ik voor het eten kijken. Zoals jullie zien is daar een Game of Thrones serie die wij nog niet hebben gekeken. We zijn bij aflevering 3. Dus die gaan we zo ook kijken. Ik heb even een masker opgedaan. Die van Cosmobox. Die rode masker. By the way guys, deze is echt fijn. Ik breek deze echt heel vaak op mijn Insta story. Deze is zo super fijn. Altijd als ik, zeg maar, ik ben laatst ben ik uitgebroken. Altijd als ik uitbreek of last heb van puistjes, dan is het echt heel snel voorbij als ik deze masker gebruik. En het voelt ook echt gewoon fijn. Hij is helemaal opgedroogd. Dus het trekt een beetje en het geeft me wel het gevoel alsof ik een facelift krijg. Maar het gaat er vooral om dat al mijn onzuiverheden, niet alles gaat weg, maar het wordt zoveel verminderd. En mijn huid voelt zoveel zachter. En dat is deze rode masker. Ik doe wel even een link in mijn bio. En als jullie Selma 15 gebruiken, krijgen jullie korting. Maar deze gebruik ik nu echt al een half jaar. En ik krijg de laatste tijd echt veel complimenten over mijn huid. Maar ik gebruik gewoon veel minder voor mijn huid. Het enige wat ik doe is naar Lash & Face Clinic gaan af en toe. Om even een opfrisbeurt te krijgen. Met een gezichtsbehandeling of de dermaband. Want hun hebben echt goede serums voor de dermaband. Dat moet ik echt geven. Ik gebruik deze rode masker. En Drunk Elephant. Gemixt met een andere crème. Qua dagcreme. En af en toe gebruik ik Biafina. Als mijn huid echt heel droog voelt. Maar goed, ik ga mijn masker erop wassen. En dan ga ik gelijk lekker slapen. Ik ben zo tired. Vergeet je alsjeblieft niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een blauwe duimpje omhoog achter en dan zie ik jullie bij de volgende video.